Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remus, haar naam is Bea. Hallo. Ah. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je zeker niet te abonneren. Ja, doe maar even. Hieronder te abonneren. En op het belletje drukken. Ja. Zet je de deur, schatie? Ja. Oké. Dus we gaan nu even naar Otte Corner, hier in het centrum. We hebben daar om 10 uur in afgesproken. Het is 5:10. Maar ik heb sowieso de vlog al in elkaar gestoken met de juiste timelapse. En met een heel mooi muziekje eronder. Dus ik hoop dat jullie er echt hebben genoten van die vlog. En ik heb er even mijn tijd in gestoken. Vandaag is ook mooi weer, dus we gaan ook nog kijken wat we ook nog vandaag kunnen doen. Voor Valentijn. Ja. Daar staat de auto, hè. Ah, je volgde mij. En het is ook nog wat winderig. Allee, we gaan het vertrekken. Ik ga jullie ook nog ophangen. Jeetje, mijn schat. Ik zou het altijd aandoen, hè, schat? Ja. Altijd voor de veiligheid, hè? Zelfs voor kleine afstandjes. Ja. Hop, zet er een. En wat voor muziek is erop? Wow, wow. Was er op M&M? Ken ik niet. Maar ja, we zijn even zo naar Otte Corner. Dus ik ga nog op de baan letten. Dus ik zie jullie allemaal zelf. Kijkers, ik heb wat de playlist wat bijgewerkt. En ik kom tot de conclusie dat ik toch wel bij al een paar vlogs ben kwijtgespeeld. Ik dacht dat ik meer was kwijtgespeeld, maar uiteindelijk valt het nog wel redelijk goed mee. De nummeringen die ik totaal niet meer heb is 181, 207... 238, 239, 240, 341, 242, 243, 244, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 773, 777 en 716. Die nummeringen ben ik allemaal kwijtgeraakt. Sorry ervoor. Maar zo mijn playlist weer al up-to-date en staan ze allemaal weer al in de juiste volgorde. Dat was bijna niet meer het geval. En mijn schatje is wat droevig. Maar dan? Ik wil er niet over praten met kijkers. Dan heb je toch niet over mij basisbeslissen? Nee. Oh. Ze is op de haren 10 getrapt. Wat kan je doen, Katja? En voor links zitten. Ja. Ik heb daar soms wel moeite mee. Maar ik heb mijn vlog nog geüpload en dan gaan we misschien wel weer gaan. Hallo mensen, we zijn nog eens even uit huis. We gaan eens even naar de Carrefour toe om een sandwich te gaan halen en dan nog eens lekker uit eten, hè schat? Ja. Voor onze Valentijn. Ik heb nog juist de Google Maps er nog bij gehaald. Maar dat is nog een recente foto. En blijkbaar is die restaurant waar ik naartoe wil gaan, in Helicine, is een... Ja, die is weg. Jammer genoeg. Oh, en die wind doet goed. Oh, ja. Dus, en we zijn nu heel dicht bij de Carrefour, in, hier in Hasselt.
even goed opletten. Op wie waren die aan het tuten? Dat, I don't know. Maar niet op mij. Die hobbokjes, hè. Daar haat ik. Zo felle. Dan moet je hier ook nog eens oppassen voor de fietsers. En die rijdt gewoon door, hè. Die gaat zich even gewoon dichterbij parkeren voor kunnen in te laden. Lol. Dan gaan we hier ook eens even bekijken. Ja, daar is weer dat één plaatje. Daar gaan we daar naartoe. Een paar lessen. Als hier nog ergens een plaatje vrij is, dan pak ik die in. Maar dat is niet. Nee. Kom maar, meneer. Doe maar op je gemakje. Ja. Oeh, hier is een grote vrachtwagen van de Magnum. Maar maakt niet uit, dan pak ik hier wel. Hier van achter. Dan gaat die vrouw het toch allemaal doen. Met hun manoeuvres. Ja, schat. Ja. Ik ben bijna al 2 minuten hier aan het parkeren. Voilà. Het is goed dat ik erin zit. Waarom? Dat ik met zoek ben. Je zit er wat misselijk. Oké dan. Wat moet jij hebben? Dat weet jij. Oké, tot zijn we kikkers. Oh man. Moet je dat per se opnemen? Ja. Zeg mensen, ja, we hebben juist hier jassen te spelen. Bij mijn mama. Ja, bij haar mammeke. En nu gaan we richting het rondpunt toe. Daar gaan we iets eten. Ja, iets uithalen om te eten. Je pinker. En ja, maar het gaat nu toch nog niet. Ja, maar soms laten ze je door als je je pinker aanzet. Voilà, dan zal ik ook uit. Oh, vooruit Dimitri, niet achteruit. En kennen jullie dat spelletje? Met een gele autokus. Daar kan ze niet meer tegen. Dat heeft ze niet graag. Oké, dan spelen we dat niet. Nee, dus wie heeft er bij Jatsi gewonnen? Gij. En wie heeft voor de eerste keer Jatsi gespeeld? Gij. Maar dat is beginners geluk. Ja, ja. Ja, maar ik had dat in het begin ook. Dat zeggen ze allemaal. Zit daar ook. Zit daar ook. Oké. We gaan even naar het rondpunt toe. Goed, ja. Schat. Berenhap en frietjes. Berenhapje en frietjes gaat je eten. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we dat ook lekker. Dan gaat jij dat lekker ook eten. Dus ja, we gaan dat gewoon uithalen. En dan bij mij thuis opeten. Bij deze. Ja, maar dan kunnen we op tv kijken. Voilà, dat is wel waar. Tegenwoordig is aan gewoonte bij mij, hè. Wat, hè? TV kijken en eten. Ah. Bij mijn thuis niet, hè, maar ik heb het altijd als bij je ben.
salsa ook nog goed, hoe noemen ze dat, voorgesorteerd. En hopelijk vliegen ze nu niet voor mij in, want het is hier groen. Daar ga ik nog door. Het was ook nog groen. Ja. Nee, het was oranje. Maar ik kon niet meer te goed stoppen. Dat was het. Ja. Ja, of anders plakte zij tegen de voorruit. En willen jullie dat? Nee. Op dezelfde moment. En op dezelfde toon. En mensen, hier dus in Hasselt. Ik ga het jullie even zo laten zien. Hier zijn ze ook aan het wijken. Wat ik hier heel vaak zie, zijn dat de mensen hier gewoon mij voorbij steken. Ik rijd 50. En je gaat zien hoeveel wagens dat er mij gaan voorbij steken op deze werfzone. Het is een hele lange werfzone, dus en daar gaan er ook mee voorbij steken. Hier gaat al trek al ene komen. Nee, sluit gewoon aan. Oké, daar heb ik geen enkel probleem mee. Die slaat af. Jammer. Komen er mee voorbij? Ja of nee? We gaan het zo meteen weten. Ik zie al een en af komen, jawel. Dames en heren, het is een mooie wedstrijd. Jij gaat er nog een langs van mij voorbij steken. Op deze hele kleine stukje. Oeh, daar een mooie commentaar van Psycho. Is het niet, schat? Ja. Tot nu toe nog altijd niemand mij aan voorbij aan steken. Zou het er mooi aan hun limiet, maar ze sluiten goed aan. Dus dat betekent dat ze ook iets te snel rijden. En dan denk ik dat de meeste auto's dat ze langs die kant van de straat daar mogen 70 rijden, dat ze daar sneller zijn. Maar dat is niet. Niemand mij voorbij gestoken. Chapeau mensen, toppie aan uw snelheid gehouden. Dus hier is de werkzaamheden gedaan, dus hier mogen we terug 90. Allee, we gaan iets naar het rondpunt toe, ja. Hè schat. We zien elkaar er weer al straks terug. Mensen rijden toch wel schone auto's hier toch rond hoor. Ook in Hasselt ziet daar is hier een hele mooie Porsche, man. Aha. Het is echt heel schoon. Een schone Porsche. Schoon verlicht. Mooi, mooi, mooi. Voilà, en nu zijn we bijna. Deze kant niet voorbij steken. Ook niet wat die gaat doen. Daarom dat ik ook afstand neem. Zie dus dat mensen hoe voorzichtig dat ik aan het rijden ben. Dus ik weet niet wat die Porsche gaat doen. Ik mag ook niet rechts voorbij steken, dus dan doe ik dat ook niet. En dan zitten we hier op deze kruispunt. Ik mag hier niet op de volle streep gaan. Dus dan doen we dit zo en dan zo. Voilà. Over de stippellijn. Zo ja. Moet je dus sorteren mensen hier bij de regel. Hoe vind je mijn ridingstijl? Veel beter dan toen ik je in het begin leer kende. Merci kus, schat. Merci kus. Heb je nog zo'n schrik in mijn wagen? Niet meer zo fel, maar ik heb wel nog wat schrik. Ik heb en dat ook... zal ook nooit weggaan. Bij mij zal dat ook nooit weggaan. Ik heb ook nog altijd schrik voor altijd terug in de wagen te stappen. Omhoog van de laatste tijd moet je echt 100 ogen hebben op de baan. 100. En dan nog, dan heb ik het nog niet soms gezien. Dus daarbij. Ja, ik vind dat ik ook beter ben al geworden met trainen de laatste tijd. Alleen nu nog de andere mensen, hè. Hier moet ik dus echt altijd blijven oppassen. Amai, vielen. Iedereen komt als je vielen roept.
Yo! Zo, hier bij het rondpunt aankomen gaan we ons frietjes halen en wat we nog willen lekker eten voor sandwich. Hé, schat? Ja. Oh, terug toch hier weer al heerlijk, hè? Oh. Allee, tot sandwich. Zo, ons eten is eindelijk bij ons. En dan gaan we maar eens terug richting het appartementje. Dan kunnen we dat lekker opeten. Of anders is dat zelfs koud. En ik heb dat niet graag koud. Nee. Ik denk dat veel mensen dat liever lekker warm eten. Ik eet dat ook koud. Maar niet zo graag. Maar niet zo graag. Denk als ik echt honger heb, dan eet ik dat ook koud. Oh ja. En dan nog zelfs na het eten. Dus we gaan dan nog naar een filmpje kijken. En dan na het eten gaan we ook even naar de limonen toe. En dan nog een ijsje halen, want de limonen is ook volledig vernieuwd. Ik wil daar eens wel eens gaan kijken. En ook een kleine preview ook voor jullie dan ook meenemen naar YouTube-land toe. Want, echt, ik heb dat ook al tegen haar gezegd. Ik ben verkocht aan limonen. Dat ijs. Ik vond het gewoon jammer dat het nu al 3 maanden gesloten was. Echt waar, ik vond dat echt heel, heel, heel jammer. En zij gaat ook verkocht worden. Ja. Zij gaat dan ook beginnen te zeggen van, Dimitri, kom naar de limonen toe. Oh, dat was zo lekker ijs. Dat was zo lekker ijs. Ik wil dat nog een keer eten. Dat zie ik nog gebeuren. Mensen, dat zie ik nog gebeuren. Ziet ze lachen. Ziet ze gewoon eens lachen. Ja, je ziet dat niet. Oh, maar je zit juist achter die knopjes. Allee. Tot ziens. Ja, mensen. Na even heel goed gegeten te hebben. Heb jij lekker gegeten, schat? Ja. Ga ik nu rechtstreeks naar de limonen toe. Ga ik daar nog een lekkere... Welke smaak moest je weer hebben? Perlinee, hè? En ik, ja, jullie kennen het. 3 bolletjes mokken met chocoladesaus. Oh, dat is wel liefde dat ik kreeg. En dan gaan we op de kamer, gaan we dan naar Enzo Knolleke kijken. Oh, daar kan ik echt van genieten, mensen. Zij ook. Ja. Dat was even mijn momentje. Ja. Dus ik ga hier nu deze computer hier afsluiten. Dan kan ik de andere computer opstarten. Want dat doe ik allemaal via mijn laptop. Ziet, hup, hup, hup. Ik zit nu op die computer hier in de woonkamer. Die zei je dan tegen die computer, ja, sluit maar af. Hè. Afsluiten, voilà. Ga je dat zien, dat die gaat afsluiten. Voilà. Dan ga ik nu naar de computer van mijn slaapkamer. Schat. En dan ga ik daar naar, ja. Wat? Die komen filmen op de kamer. Ah, oké. Okay. Je weet waarom. Ja, ik weet waarom. Dus bij deze ga ik hier ook nu de tv uitzetten. En dan ga ik jullie nog een leuke timeslapje geven. Maar nu tijdens de nacht richting Limone en terug. En dan ga ik pas de vlog afsluiten. Dus. Ah, wel, nee, ik sluit het hier al af. En dan zal ik zeggen, geniet nog maar van de timeslap. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Dankjewel weer om een deel uit te maken van mijn leven en die van Bea haar leven. Dan ga ik nog gewoon in de slaapkamer wat muziek opzetten. Dan is er nog wat muziek. Terwijl dat ik even weg ben. 40-tal minuutjes. Want dat is 20 minuten rijden heen en 20 minuten rijden terug. Ja. Ja. Ik kom zo biet. Dus, en dankjewel weer al om deel uit te maken van mijn leven. Dus vergeet zeker niet te abonneren en op het belletje te drukken. Geniet maar van de timeslap. Ciao.
nog even in de vlog. Ik ben hier aangekomen bij het vernieuwde Limone. Ziet dat eens aan. Oh, daar heb je ook een gasvuurtje precies. Als het ook wat donkerder is. En ziet daar eens wandeninkom. Heel mooi gedaan. Echt waar. Heel, heel, heel mooi gedaan. En een andere ingang. Heel mooi. Zo, ik ben nu terug juist buiten bij Limone. Echt heel mooi gedaan. Echt daar heel van binnen. Heel mooi. Qua drukte valt het nu ook nog mee. En wat heb ik genomen? 3 bolletjes mokka met chocoladesaus. Een Forbea. En een lekkere praliné. 2 bolletjes. Ik ga jullie nu nog de onderuit terugfilmen. En dan zie ik jullie morgen terug. Tot morgen. Ciao.